Is het één zebra ook, of zijn het er meerdere? Bij mij is maar één zebra, hè? Was hij er. Ik denk dat hij ook hartstikke ongelukkig is dan. Yo mensen, wat op weer een nieuwe video. Deze spelen weer Planet Zoo. En in deze aflevering gaan we natuurlijk beginnen weer met een nieuwe dierentuin. Omdat we natuurlijk in de vorige aflevering de andere dierentuin hebben uitgespeeld. De enige dierentuin die we op dit moment nog kunnen, want de anderen moeten nog vrij spelen, is de gelukzalige dierentuin. Oh, ze komen sneeuw hier zeg. Oh, dat wordt er wel een lastige dan, want ik denk dat je allemaal wolven en wat van die sneeuwluipaarden moet geplaatst en zo. Hello there. Oh, I'm sorry we haven't met before, but I'm Emma Goodwin, Bernie's daughter. Oh, Nancy gave me your details. I do hope that's okay. Well, the reason I'm getting in touch is because of what Dominic Myers is doing to the profession of zoology, i.e. his wholesale destruction of it. That man should have never been allowed to purchase my family's company. His greed? It corrupts everything he touches. Still, I do want you to keep working for him, for now. See, I'm setting something up. I just can't give you details yet. But when the time is right, I sincerely hope you'll come work for me instead. Perhaps, between us, we can undo the damage Mr. Myers has done. Until then, chin up. What do you think about this zoo, eh? It definitely has potential. Not much actual, but lots of potential. But good news, I've arranged a deal with a local building supplier, so you can use as many breeze blocks as you'd like to build here. Pretty much nothing else, though. Okay. Anyway, you better get started. I want to see all sorts of animals here. Giraffes, cheetahs, orangutans, etc. You know, furry ones. Nah, giraffe, so we won't have to spend too much keeping them warm. Although you probably will want to give a warm welcome to the reporter who's coming. I know they say there's no such thing as bad publicity, but trust me, if that was true, I wouldn't have had to buy all these zoos. Okay. Dus we moeten ook allemaal andere dieren plaatsen. Maar die cheetahs en die giraffen die hard even zei, die kunnen niet zomaar, denk ik. Laten we maar eens kijken wat we bij het begin moeten doen. We moeten eerst een algemene tevredenheid onder personeel van 65%. Dat wordt makkelijk gehaald natuurlijk. Maak een jaarlijkse winst van 1500. Adopteer een plaats, geredde dieren. De dieren maar gelijk eens aannemen, voordat ik het vergeet natuurlijk. Wat? Oh, wel een cheetah. Nou, laten we eerst maar even kijken wat we allemaal voor de rest hebben. En wat we weg kunnen halen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Of wat tenminste een klein verblijf zou kunnen worden. Dat is ook een belangrijke waarschuwing. Ja, allemaal niet blij, dat weet ik. Maar wat moet ik doen? Laten we eerst even kijken wat dan deze kracht en toegankelijkheid personeelsgebouw vinden. Eerst even kijken waar al die personeelsgebouwen staan dan. Hier staat er eentje. Oh nee, niet eentje. Hier staat er geen. Wat is dit voor ding? Quarantaine, dierenpost, onderzoek, werkplaats. Oké, dus daar zit geen rustplaats in. Hier is een rustplaats. Dit is een rustplaats, hè. Personeelsruimte, ja. Wat is hier allemaal? Er zit hier een eentje met stroom. Oké, we denken hier nog even een rustplaats bouwen. Even kijken hoor. Dan moet het weer deze zijn. En dan moeten we deze stuk hebben. Ik denk gelijk gewoon twee gaan neerzetten. Lijkt makkelijk. Zo en zo. Personeelsgroepaatje. Zo. Hoppakee. Als het goed is hebben ze nu wel genoeg ruimte. Maar misschien moet ik aan deze kant ook nog eentje neerzetten. Dat kan natuurlijk wel. Belangrijke waarschuwing nog steeds. Medewerkers kunnen geen toegang tot de personeelsruimte vinden. Personeelsruimte. Ja, daar zijn we mee bezig. We gaan even kijken waar de anderen kunnen plaatsen. Misschien gewoon aan deze kant. Hier zit namelijk ook iets. Doen we dat wel. Dan doe je dus hier eentje blijkbaar eentje neer. Terrein mislukt. Oh, hier mogen gewoon mensen komen. Oh, niet handig. Kan ik hem hier? Nee, terrein mislukt. Ik kan hem hier plaatsen. Hoe kan je zien dat terrein mislukt is? Oh, zo dit is. Oké. Rood. Zo is normaal. We moeten even kijken of we dit personeelsweg kunnen maken. En niet helemaal. Vind je het helemaal? Jawel, kan wel helemaal, hè. Je hebt als het goed is genoeg personeelsruimte. En dit gaan we gewoon maar verplaatsen. Want dit ziet er niet uit. Want waarom heb je hier en hier tussen staan en niet gewoon hier zo of zo? Waarom doe je dat? Dus dan willen we hem op hoeveel graden willen we staan? Ik denk gewoon 35 echt genoeg is hoor. 30 is echt overdreven. Nou, die komt vanzelf wel goed. Kunnen we zo meteen naar kijken. Faciliteit heeft geen stroom. Kijk, wat heeft geen stroom? Dit hier heeft ook geen stroom, maar dat maakt niet uit. Maar zit hier überhaupt al die faciliteiten wat stroom geeft? Hier zit er eentje blijkbaar. En de ingang heeft het altijd eentje. En waar zit de ingang dan? Laten we kijken, wat geeft allemaal stroom? Hier ergens in het midden moet ook nog iets stroom geven. Wat is de ingang dan? Oh, is de ingang. Oké. Kijken of we deze kunnen repareren, dat het dan verder gaat. Of is deze procent? Oké, dan gaat het niet verder. Kunnen we kijken of we hier windmolens kunnen neerzetten? We hebben dat nog niet. Nee, dat hebben we nog niet. Nou, dat maakt toch niet zoveel uit, want het is toch maar een personeelsgebiedje. Dus het kan ook net zo goed zo eentje in het bij zitten. Dat is allemaal goed, gewoon geregeld. Ik denk als deze niet naar 75% gaat, maar in ieder geval wel hoger.
Kijk nou, die zebra's hier, die zitten gelijk veel beter in het vel hier. Zit één zebra ook, of zijn het er meerdere? Het is maar één zebra, hè? Assiedig. Ik denk dat hij ook hartstikke ongelukkig is dan. En waarom zit hier een klein poeltje? Wat is dat voor onzin? Het moet nog veel groter zijn, man. Ik ga even dat klein poeltje wat groter maken. Zo. Iets meer water. Trouwens, ik zit hier in het water. Oh, water zijn we hier. Oké. Okay. Die voelt zich waarschijnlijk heel ongelukkig. Sociaal, ja, sociaal. Helemaal heel slecht. Verblijf, terrein, terrein. Oh, hij is wat een klein man. Nou, dan gaan we dat even aanpassen voor die zebra. Dit hek past wel goed, hè? Ja, ik vertrouw erop dat wel goed is. Ik denk het nog steeds niet, maar dat gaan we zien. Want je kunt het hek altijd makkelijk veranderen. Zo, die zit eraan. Probleem is deze dingen nog even weg te halen. En dan moeten deze dingen hekken ook even naar beneden. Want het is nu iets hoger geworden dan ik had wat voorspeld. Dat is niet helemaal de bedoeling. En het is goed als er weer genoeg ruimte om te lopen. Dus kijk, heeft er nu genoeg ruimte? Als je dat spel even wil analyseren dat dit ook hun ruimte is. Nee, hoezo? Zullen we weer steen weghalen of zo? Of dit boompje weghalen? Dit hier weghalen? Zal die dan wel lopen of zo? En ja, dan opeens wel, hè? Ja, maar nou, dat is ook even afvlakken hier. Daar doe ik helemaal niks aan. Hier is neerzetten natuurlijk heel belangrijk. Voor de zebra. Nou, überhaupt ook voor de bezoekers eigenlijk. Nou, laten we hier eentje plaatsen en hier eentje plaatsen. Allebei op 25 graden. En dan zal het goed, als het goed is goed moeten komen bij deze. Dan gaan we nog even kijken of we een nieuwe zebra vorm kunnen vinden. Kijk hier. Hier zijn nieuwe zebra's. Maar even kijken of dit een mannetje of een vrouwtje is. Een vrouwtje. En dan ga ik nog één mannetje en een vrouwtje erbij halen. Zo, dat zijn er twee. En dan heb ik deze twee alvast. Hoef ik die alleen nog meer in te zetten of zou ik ze eerst naar quarantaine sturen? Ik denk eerst naar quarantaine gaan sturen, hè? Dat ze niet een virus hebben of zo, weet ik veel. Wat ze allemaal kunnen hebben. Dat weet ik niet. Ziek dier ontdekt. Oh, dan moet er snel toe komen. Oh, en ook een of andere eentje die niet met sneeuw moet in ieder geval. Dus laten we lekker die ook hier dus neerzetten. Lijkt me wel heel handig. Ik denk ook rond de 25 graden zou ook vast wel goed zijn hier zo. Dan heb je hier eentje neer. Hier eentje. Allemaal lekker rond de 25 graden. Eigenlijk zijn 25 graden nog best wel warm eigenlijk, hè. Dat zal je denk ik nog best wel tegenvallen. Zo is het water natuurlijk ook goed ververst blijven en zo. Wordt dat nu goed ververst? Met deze pomp hier of zo? Wat is dit? Volgens mij is dit niks. Dit is gewoon een versiersel. Nou, de tijger heeft dus goed. Het is ook weer lekker warm hier. Wat heb ik nou eens in etenbak gezet? Oh, ik heb nu net een in etenbak gezet. Nou, verplaatsen we lekker even zijn etensbak naar hier. Zo. Nee, zo. Zoiets. Lijkt me veel beter. Nou, de tijger hebben beëindigd. Dus zijn ze allebei goed. Die is goed. Die moet nog bezig. Oké. Okay. Oh, nu allebei klaar. Dus dan doen we lekker deze bij de andere zebra. En dan zijn ze weer lekker blij. Gelukkig hoeft niet zo heel ver te lopen, dat is handig. Heeft hij hierbij wel een soort van schuilplaats? Want ik vind het nog best wel kaal eruit zien. Kijk. Hij moet echt nog wel wat meer stro hierin hebben, hoor. Hoe slecht is deze verzorger hier? Ik snap dat niet. Waarom zorg je zo slecht voor je dieren? Ik doe hier eentje nog eentje onder. Zo. Is beter. Nu moet er eigenlijk nog meer schuilplaats bij komen. Natuurlijk nog meer zebra's erin heb gezet. Nou, laten we dan maar een kijken welke willen we. Een groot, hè? Of is het een kleintje? Nee, eigenlijk niet. Is het een kleintje of een grote? Nou, dan hebben we nog even eentje aan deze kant. Twee, denk ik zo. Zo. En dan doen we gewoon hier ook van die grote dingen in. Nou, dat ziet er goed uit. Er is tenminste genoeg schuilplaats. Planten, ja, die moeten wel lekker weg, want die hebben ze niet nodig natuurlijk. Planten hebben ze überhaupt niet nodig, dat is handig. Verrijking, wat hebben ze voor neer nodig? Voeding, laatste kwaliteit, ja. Nou, deze gaan we natuurlijk vervangen. Deze ook gaan we ook vervangen. En laten we even kijken of we de zebra's hier ook kunnen vinden. Zo, zebra moet natuurlijk een deze hebben altijd nodig. Wacht, trouwens, ze kunnen hier gewoon uitdrinken. Dus waarom ben ik mee bezig met water? En ze moeten een grote voedertrog hebben en niet een kleintje. Want dat eentje zou wel met kleine kunnen, maar zijn er nu drie, dus dat kan niet. Kijken, ja, dan doen we deze ook gelijk even repareren. Kijken of er nog genoeg andere dingen mensen zijn. Salaris. Hoe moeten die krijgen dan? Oh, 5. Oké. Okay. Deze moeten blijkbaar zoveel krijgen. Nou, doen we ook even allemaal ook zo. Want hopelijk wel genoeg verdienen ondertussen. Hoeveel moeten deze krijgen? Die is iets minder, was het toch? In ieder geval tot het duimpje omlaag gaat. Nou, ik ben even zo terug, want ik ga even al deze salaris even goed zetten. A few moments later. Nou, daar ben ik weer. Ik heb het lekker allemaal even gefixt. En als het goed is, zou het helemaal goed moeten zijn. En ik maak zelfs een winst, dat is goed. Ik denk dat het wel iets naar beneden gaat, omdat ik natuurlijk al die salaris heb verhoogd. Maar daar kunnen we wel een aantal dingen voor verzinnen. Sowieso natuurlijk de dieren beter behandelen. En wat dingen meer geld voor vragen. En eten natuurlijk. Als je natuurlijk de mensen eten aanbiedt, ja, dan maak je natuurlijk alweer meer winst. Maar ik vind deze zoo best wel onoverzichtelijk met al het sneeuw. Je kan niet echt zien waar alles zit. En zoals je moet natuurlijk nog even wennen, want het is natuurlijk mijn eerste keer in deze zoo. Maar deze twee heb ik als goed is weer goed gemaakt. Oh, hier zitten winkeltjes. En hoe duur zijn deze winkeltjes dan? Ik denk normale prijzen. Ja, normale prijzen. Niet echt dingen naar beneden gehaald. Ik vind wel dat we nog ergens een informatiebalie moeten hebben. Of hebben we dat al? Even kijken, we hebben wel een informatiebalie en we hebben wel één informatiebalie. Dus kijk, waar zit die? Aan het begin van het park of we lekker helemaal in een hoekje gepropt? Nee, aan het begin van het park. Dus de winkels, die hebben we wel. Ik dacht eigenlijk dat we maar geen winkels hadden, joh. Deze maakt volgens mij echt nul winst. Ik weet niet hoeveel winst die maakt. Nou, juist wel. Die maakt wel lekker veel winst, joh. Zijn er überhaupt diegenen die niet geen winst maken? Behalve PC. Street Fox Coffee. Dat is deze. Die maakt geen winst. Hoezo maakt die nou weer geen winst? Nou, dan maak ik uit dan, hè. Anders kost het alleen maar geld. We'll be right back.